Als je wilt dat de kwaliteit van het leven van het dier in Oost-Vaardersholt, als dat moet worden verbeterd, en je wilt ook de natuurkwaliteit wil je verbeteren, ja, dan zul je toch een verbinding tussen die beide gebieden moeten maken. En dat is een jaar of 7, 8 geleden is dat afgeschoten door toenmalig staatssecretaris Bleker. En ik roep nu minister Schouten op om te kijken of zij in overleg met de provincie ook middelen beschikbaar wil stellen om toch stap voor stap die verbinding te gaan realiseren. Dan heeft u het over het Oostvaarderswold, het natuurgebied. Want u wilt eigenlijk dat oude plan op dezelfde manier opnieuw introduceren. Nou, als je het helemaal op diezelfde manier zou moeten doen, dat is iets wat met name in de Staten van Flevoland bediscussieerd moet gaan worden. Misschien dat het wat minder robuust moet of kan. Daar gaat de politiek in Flevoland over. Mijn oproep aan de minister is om te kijken of zij mee kan helpen om die verbinding tussen die natuurgebieden te verbeteren en te vergroten. Dus dan wordt het een lichtere versie van het Oostvaarderswold? Nou, dat laat ik verder aan de minister en aan de provincie. Maar waar het mij om gaat, waar het de PvdA om gaat, is als je de kwaliteit van leven van dieren wilt verbeteren en ook de natuurkwaliteit wilt verbeteren, dan zul je linksom of rechtsom zul je echt een verbinding tussen die twee natuurgebieden moeten gaan maken. Dan hebben we ook nog de commissie van Geel die bezig is met onderzoek naar de Oostvaardersplas en over hoe het eigenlijk verder moet in dat natuurgebied. Komt u dan niet te vroeg met deze motie? Nou, wat mij betreft niet vroeg genoeg. Want kijk, als die verbinding er was geweest, dan was het tumult en de commotie vermoedelijk niet zo hoog opgelopen. Het is natuurlijk gewoon afschuwelijk wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Ook voor de natuurbeheerders. Daar de mensen van Staatsbosbeheer die zijn belaagd en zijn beschermd. Dus er had al veel eerder had er een meer structurele oplossing moeten komen in de vorm van een verbinding. Dat de commissie van Geel er nu mee bezig is, is een goede zaak. Maar dat dit voorstel, deze motie en het advies van de commissie van Geel hoeft elkaar niet te bijten. Dit staat gewoon los van elkaar. Ja, want iedereen kan door zijn oogharen heen zien. Daar heb je geen commissie voor nodig, heb je ook geen wetenschappers voor nodig. Dat als je het leefgebied voor die beesten groter maakt, is dat hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Maar dat ook de hele natuurkwaliteit omhoog gaat. En daar is zo'n verbinding, is daar naar mijn smaak wel een absolute vereiste voor.